Varkens dit aan de 35's voor de sluis. Veronica, zet er alles in. Wel even, tot zo. We varen op de Westerschelde. We zijn vanochtend om 7 uur uit Terneuzen vertrokken. En nu op weg naar Hansweert. Natrie vaart, maar die heeft nog geen groot vaarwijs. Dus ik zit ernaast. Een beetje begeleiden. Ik kan zijn ervaring opdoen op dit soort vaarwater. En om alvast wat vragen voor te zijn. Links in de achtergrond zie je de camera waar we normaal onze filmpjes mee maken. Dit wordt al opgenomen met de camera die we meestal gebruiken voor het radarbeeld. Natalie heeft een beperkt groot vaarbewijs voor het varen met een rondvaartboot in Amsterdam. Heeft daar ook ervaring mee. En is nu bezig om bij te leren voor het groot vaarbewijs voor de binnenvaart. We varen met leeg schip. Dat is heel anders dan met geladen schip. Al het roerwerk en dergelijke is gemaakt voor een beladen schip. En leeg is dat allemaal heel gevoelig. Best lastig. Ik zou ergens mikken op halfweg het sluis stil liggen. Ja. En in wezen doe je het sturen gewoon met je roer. Met de kopsoef. Zorg alleen maar dat die voor een beetje afgaat, een beetje bijkomt. Afhankelijk van wat je wil. Ik zou hem in neutraal zetten. Ja, laat je even luid op zijn. Daar komt hij op. Ja, goedemorgen. Lauders uit de sluis naar de sloeghaven. Ja, Evening in Middelvat. Lauders als het wel zit. Van het zwaar de binnenvaart 1300 meter boven was de monding. We zitten 5 minuten die is yes. Oké, trek mijn vacht eruit. Ja, dat is ook veel. Ja. En dan hou je in je spiegel de achterkant in de gaten. Ja, stuur je met je... Ja, stuur met de
kop zo naar de muur toe. Maar ja, naar de muur toe, dus dan moet ik deze. Ja, precies. Maar ik probeer wel voor de 5 minuten. Ik vind het wel vrij snel. Ja, dat. Kun je met je kop zo goed stoppen? Oké. De kop zo in het midden. Let op je kont, dat hij hier niet er tegenaan komt. Ja, dus als je uit je werk halen, neutraal precies. Bakboord roergrijven klaar om af te gaan zetten. Ja, precies. Dat is genoeg. En dan de kopschroef. Pak je nu de kont op. De kop op. Nee, niet te veel. Ja, precies. Je kan ook gas geven en dan reageert hij beter. Zo, eentje af. Gas geven. En dan. Hoeveel meter nog, Ron? 2 meter. Ja, stuur de kop erbij. Gewoon met de kopschroef. Ja. Oké. Dan zet je met de kop of zet je hem helemaal tegen de muur aan. Yes. En zodra zij zegt dat het goed is, zet je hem in zijn werk. Zet deze nu even van de bediening. Ja, dan kan de gast erop. Wel doen.